Klantgerichtheid is wensen en behoeften van de klant invullen. Dit is een van de redenen waarom de reis van een klant belangrijk is, zegt Marcel van der Risselen, directeur van General Marketing and Sales Solutions, GMSS. Het bedrijf heeft een onderzoek gedaan dat uitwijst dat de hedendaagse klant niet goed wordt behandeld. Dit was een van de redenen om het eendaagse seminar Customer Journey te organiseren. Volgens de Risselen moeten vooral personen die in de commerciële dienstverlening zitten of voor een non-profit organisatie werken, klanten het gevoel geven dat zij belangrijk zijn. Een tevreden klant wordt op den duur een loyale klant, benadrukt hij. Dit zal maken dat jouw organisatie bestaansrecht krijgt, zegt de directeur. Want zij gaan steeds meer over jou praten. Ze worden ambassadors. En wat blijkt? Mensen geven de klanten niet wat ze willen. Dus met deze kosten, met dit seminar, regelen we de methodiek aan hoe je kan zien wat de klant doet om aan jouw producten te komen. Men werkt in Suriname veel productgericht, aanbodgericht. Terwijl je moet werken vraaggericht. Wat wilt u? Klantgerichtheid is wensen en behoeften invullen van de klant op een uitstekende manier. Vandaag gaan we de mensen wijzen wat de reis is. Daarom is het Customer Journey die de klant ondergaat. En als je al die touchpoints, dat zijn de facetten in die reis, kan analyseren, dan kan je op basis daarvan erachter komen wie is je klant, wat wil die klant en welke strategie je kan toepassen om ervoor te zorgen dat hij naar jou komt om het product of de dienst af te nemen. Het mooie van de Customer Journey is dat iedereen in een organisatie klantbewust gemaakt moet worden, zegt Van der Risselen. Van bode tot directeur. Iedereen moet klantbewust zijn. Daarom is hij blij dat bedrijven hebben meegedaan aan het seminar, al was de opkomst niet naar zijn verwachting. Wat ik eigenlijk kan zeggen is dat men in Suriname wel weet wat klantgerichtheid is, men weet wat klantvriendelijkheid is, maar de toepassing is nog een beetje te weinig. Het moment dat je doorvraagt als klant, want je komt binnen en je wordt daadwerkelijk goed gegroet, goedemorgen, en er is iets, er gaat iets verkeerd, dan vervaagt het direct, omdat men dan zich genoodzaakt vindt om zich te verdedigen. Maar als je ervan bewust bent hoe je met klanten om moet gaan, als je ervan bewust bent dat het uiteindelijk resultaat is dat die klant een tevreden klant wordt, dan ga je ook daarop focussen. En het belangrijkste is dat je weet dan hoe je op dat moment met die klant aan de slag moet gaan. Het mocht aan de ene kant meer zijn, omdat het gewoon belangrijk is. Mensen moeten dit weten, mensen moeten dit beheersen. Als je een organisatie bent, vooral in deze tijd, waar alles een beetje best wel moeilijk gaat, we hebben wat economische worstelingen, we hebben koerswoorstellingen. Het gaat een beetje, we leven in een land met wat worstelingen, als ik het zo mag zeggen. Dus des te meer belangrijker dat je precies weet hoe je je klant op de juiste manier kan behandelen. Een klant mag niet meer weggaan. Dus als er iemand met een suavissie daar voor je zit, of als iemand onbeleefd tegen je klant is, of als iemand zijn vak niet beheerst en daardoor gaat die klant weg, dan is het een probleem. Natuurlijk heb je ook best wel af en toe klanten die wat lastig zijn, zeggen ze. Maar het mag niet aan jou als organisatie gelegen hebben dat die klant weggaat. En dat gebeurt helaas nog te vaak. Marcel van der Risselen, directeur van General Marketing and Sales Solutions, GMSS. Hij sprak tijdens het eendaagse seminar over Customer Journey. Deze studiedag is gehouden in de ballroom van Hotel Torarica.